Vandaag is de dag. We gaan op stap. We weten alleen niet waarheen. Het enige wat wij weten is dat wij 60 minuten gaan liften. Wij geloven dat je pas echt een avontuur beleeft als je niet weet wat je te wachten staat. Daarom liften wij in deze serie een bepaald aantal minuten naar een onbekende bestemming. Dat doen we met een bordje Anywhere en een stopwatch. En de tijd loopt alleen als we in de auto zitten. 3, 2, 1, start! Als de tijd om is, moeten we de auto uit, waar we ook zijn. En daar aangekomen maken we een brief open met een opdracht. En die verzinnen wij nooit zelf. Hey, Koen en Rens. Wat een ontzettende eer dat ik een opdracht mag verzinnen voor jullie tijdreizigers gebeuren. Ik hoop dat jullie ontzettend veel lol hebben tijdens deze opdracht en dat het een mooi avontuur wordt. En ik kan niet wachten om het eindresultaat te zien. Succes jongens! Rens? Ja? Ik denk dat dit niet gaat werken man. Nee hè? Nee! Zullen we toch terug naar het bos? Yes! Oké, start de tijd! Toppie floppie meneer! Ja! Dag! Nog 51 minuten en 43 seconden. Gaat u toevallig naar Anywhere? Ik ga wel naar Anywhere. Heel goed, heel ja. goed. Ja. En waar is jullie Anywhere? Dat maakt echt werkelijk niet uit. Nog 37 minuten en 44 seconden. Kunnen we mietfahren? Dat is een company car. Therefore it's not allowed. Haben Sie Tipps und Tricks für die Leute zu Hause? Ja, also gib jeden Tag die Chance, der Schönste in deinem Leben zu sein. Das ist mein Tipp für euch. Nice, das ist gut, das ist gut. Dankeschön. Was sei die nou? Geen idee. Hey! Gozer! We hebben ooit auditie gedaan voor de theaterschool. Gezellig, jongen. Gezellig. Je ontmoet elkaar bij de Shellpomp. Het is wel vet, jongen. Doe maar aan, Rens. Dit is super mooi, man. Get in! Rock'n'roll, yes. Boys. Rock'n'roll. Ben je er klaar voor, Perry? Ik ben er klaar voor. Zijn jullie er klaar voor? Helemaal. En daar gaan we. Negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één. Ja, stop maar. Wow! Nou, die staat stil hoor. Yes, bedankt. Hoi, hoi. Nou, we zijn in Almere. Dat had ik gezien op het bordje. Ik ben zo benieuwd wat Rogier voor ons bedacht heeft. Ha Koen en Rens, ik heb een culinaire opdracht voor jullie verzonnen. Vind uit wat HET streekgerecht is van de omgeving waar jullie terecht zijn gekomen. Vind een keuken waar jullie dit gerecht kunnen bereiden. En nodig vervolgens de hele straat uit om te genieten van jullie kookkunsten. Nee! Succes! Nee! Dit is precies hetzelfde als Christels opdracht. Hey Rogier met Rens. Hey. Hey man, we zijn aangekomen op onze bestemming. Ja. En we hebben de opdracht overgemaakt en je raadt het nooit, maar dat is precies dezelfde opdracht die we de vorige keer ook kregen van Christel. Nee. Ja, echt. Nou. Stom, hè? Wat stom, ja. Denk je dat je binnen nu en een kwartiertje iets nieuws kan verzinnen? We zitten in Almere. Ja, dat zal wel moeten dan, hè? Zullen we in de speeltuin gaan chillen? Ja. Hey Koen en Rens, ik heb een andere alternatieve opdracht voor jullie. Ik vernam net dat jullie in Almere zitten. Dat is de stad waar de PVV de grootste partij is. Zoek een PVV-stemmer en zoek een Marokkaan. En zorg dat die twee vanavond een supergezellige avond met elkaar gaan hebben. Het lijkt me fantastisch als Koen en Rens ervoor gaan zorgen dat er wat meer verbroedering in de samenleving komt. Dus succes! Oh, denk je dat het gaat lukken? Hij is wel lastig.
we moeten natuurlijk wel iets aan te bieden hebben. We moeten iets moois organiseren en daar hun allebei voor uitnodigen. Ik vind het echt, echt spannende opdracht. Bedankt hè. Ja hoor. Nou, we hebben iets superleuk verzonnen om te gaan doen vanavond met de PVV'er en de Marokkaan. We gaan namelijk een ouderwets bordspelletje doen met een oud vrouwtje die hier in dit bejaardentehuis woont. Superleuk jongen. Tik hem aan. Kom, we gaan op zoek. Wij zoeken iemand vanavond om met een oud vrouwtje een spelletje te spelen in het bejaardentehuis. Dat gaan wij doen. Oh, dat klinkt iemand. Echt nasty, weet je. Nee. Dat klinkt zo fucking nasty. Ik wil wel, maar ik heb geen tijd vanavond. Ik blijf thuis vanavond, dus weet je. Het is te druk met thuis zijn. Ja. En heeft u ook nog een bepaalde nationaliteit? Of, ja, gewoon Nederlands. Nederlands, ja. Oh ja, dat lijkt exotisch. Ga je mee? Nee. Valt me, man. Helaas, we zijn echt druk. Maar jullie hadden het anders wel leuk gevonden, toch? Ja, waarom niet? Zeker. Altijd zeker. Ja, dat is goed. Ja, echt! Geef je de vijf. Geef je de vijf. Ja. Oh, wij zijn zo blij. Het is gelukt, we hebben het niet. Ik weet trouwens niet 100% zeker of hij Marokkaans is. Maar als hij Turks is, is het ook goed, oké? Oh. Wat stemt u? SP. SP, dan valt u helaas niet onder de categorie waar we naar zoeken. Dank u wel, hè. Wil je hebben PVV? Ja. Ja? Toch wel? Ja. Nou, die vind ik, misschien stem ik op die ook. Ja, dat is zeg ik niet hardop. PVV. Oké, okay. Dat is helemaal precies wat we zoeken. Een spelletje spelen in een bejaardentehuis? Een bordspelletje. Een bordspelletje. En ja, waarom niet? Waarom niet? Ja, waarom niet? Geweldig! Geef me de mij! Yes! Dag, ik ben Rens. Ja. Welkom. We wachten nog heel even op de laatste gast. Uh-huh. Want we zijn met z'n vijf in totaal. Ja, ja. Hey! Hey, Hawar. Hawar? Hawar. Hey. Hawar. Dag Ria. Meneer. Ik ben Ria, juist gezegd. Ik ben Hawar. Nou, ja, dat moet echt. En dit uit naam van. Nou ja, jongens, ik hoef toch niet verwend te worden. Dank jullie wel. Proost. 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 Ik kom met vier mannen aan tafel. Nou, ja. Dat is lang geleden. 1, 2. Oh nee! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ik heb hapjes die voor iedereen leuk zijn. Dat zijn oer-Hollandse knakworstjes, maar ze zijn 100% halal. Ja, kijk. Nou, dankjewel. Ze zijn er wel. Hoe hongerig, maar ik vind ze niet te vreten. Vind je het een beetje gezellig? Ik hè. Jij ook, Ray? Ja, dat is te doen. Wat vind jij ervan? Geweldig. Nee, even serieus? Ja, gewoon normaal, sleuk. Wat vind jij van Ray bijvoorbeeld? Wat kan ik van Ray vinden? Ik ken hem niet zo goed. Weet je wat het is? Ik oordeel nooit over mensen. Maakt mij niet uit hoe hij eruit ziet of wie hij is. Wie ben ik om over hem te oordelen? Pas als ik hem beter ga leren kennen, dan nog oordeel ik niet over hem, maar dan weet ik wat voor persoon hij is. En andersom, Ray? Ik vind het heel moeilijk om niet een oordeel te vellen, omdat je een verleden met je meedraagt. Dus ik ga niet zeggen van dat ik jou een heel leuke jongen vind, want ik ken je niet. Het eerste oogpunt, maar ik ben een relaxte gozer. We kunnen veel zeggen over vanavond, maar we hebben met een PVV'er de leukste oma van Nederland en een moslim aan tafel gezeten. En we hebben het gezellig, jongens. Het is tijd voor kinderchampagne. Wow! Ja, uit. Heel hartelijk gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Nou, gefeliciteerd. Dank. Zoals moet je gefeliciteerd. Cheers. Hey, bedankt hè. Tot ziens. Doei. Doei. Nou, we hebben gewoon een PVV'er, een allochtoon en een hele lieve oma bij elkaar gebracht. En was het gezellig? Zo, hartstikke. Wat lieve mensen zeg. Super chill gewoon, allemaal. Het werd ook steeds gezelliger, hè? Ja, in het begin een beetje loskomen, maar ja, je kent elkaar niet en zo, hè? Nee, dat hadden andere mensen ook gehad. Top opdracht. Rogier. Allemaal ontzettend bedankt voor het kijken en wij zijn heel erg benieuwd
wat jij hier nou van vond. Dus laat het even weten in de reacties. Ja, en vond je het ook gewoon leuk, dan moet je dat laten weten met een duimpje. En we hebben iets moois vandaag, want als jij abonneert en reageert, dan maak jij kans op een hele persoonlijke geschreven bedankbrief van ons met een postzegel. Ja, dus doe dat. Wij kunnen niet wachten om te schrijven. En dan zeg ik tot de volgende keer. Doei doei! Doei.